Ja, Brabant kleurde wekenlang oranje. Hele straten waren versierd. Oranje wimpels, rood-wit-blauwe vlaggen en partytenten. Ook de Irenestraat in Goorle was omgetoverd tot een feestlocatie. Ze hadden zo gehoopt op een wereldbeker, maar helaas. In de Irenestraat, daar is ook onze verslaggever Steef van Stiphout. Ja, Steef, als je zo voor oranje bent en zo meeleeft, dan moet de teleurstelling toch wel heel groot zijn daar. Ja, die is echt enorm. Net als de rest van Nederland natuurlijk. Want gisteren was gewoon dé kans. In 32 jaar geleden was het voor het laatst dat we wereldkampioen konden worden. En dat is niet gebeurd. Nou, hier leven ze er al maanden naartoe. Alles is werkelijk oranje in deze straat. Ja, en hier hadden ze er echt zo naar uitgekeken. Maar ja, het pakte gisteren dan toch anders uit. Langzaam maar zeker komt de Irenestraat in Goorle weer tot leven. En ook wordt er voorzichtig begonnen met het opruimen van de straat. Het verlies kwam hier gisteravond hard aan. Ja, stil hè. Even stil. Nog even geprobeerd om ze aan te moedigen. Maar... Huilende mensen? Die heb ik wel een paar gezien, ja. Die heb ik wel een paar gezien. Een grote kater, ja. En is je kater dan van de drank of van de uitslag? Alle twee wel een beetje, denk ik, ja. Ik had er meer van verwacht, maar achteraf kunnen we wel mee leven, met de uitslag. Ja, want waarom? Ze waren beter. Ze waren gewoon beter. Ja, en daarom kunnen veel oranje fans in de Irenestraat er toch wel mee leven. Maar ik denk dat we sowieso trots mogen zijn op onze jongens, dat ze toch zover zijn gekomen. En misschien over 4 jaar dat we toch wel die een beetje een keer vast kunnen houden. Maar dit jaar niet. En misschien is het ook wel een beetje goed dat we niet gewonnen hebben. We hebben toch wel een beetje doorgefeest, toch? Het was toch nog wel gezellig. Maar moet je nagaan wat er was gebeurd als Nederland gewonnen had? Ja, dan hadden we hier denk ik nog allemaal gestaan. Dus dan was het hier gewoon één feest geweest. En ach ja, over 2 jaar hebben we weer een kans. Dat is waar. Zeg Steef, al dat oranje in die Irenestraat in Goorle, wat gaan ze eigenlijk met die versiering doen? Ja, ik zeg overigens, we maken weer een kans. Nee, we worden natuurlijk gewoon Europees kampioen over 2 jaar. Hè? En die oranje versiering die wordt nou heel voorzichtig afgebroken. Want die, ze zeggen, die willen we over 2 jaar weer gebruiken. Dat gebeurt nou niet nog meteen, want ze wachten daar tot het weekend mee. Want ook daar willen ze een feestje van maken. Over 2 jaar staan wij weer in de Irenestraat in Goorle. Dankjewel, Steef van Stiphout, voor je bijdrage.